Dit is wereld 4 van Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Het is de suikersneeuwberg. Ik moet 19 van die scharnieren vinden. En in deze playthrough speel ik de game 100% uit. Het wordt een lekker lange video, dus ga ervoor zitten. Knal die duimpjes omhoog en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Daar zou ik heel erg blij van worden. Hey, geeft hij mij geen superpower? Oh, snap. Jij kan hem vast wel zo. Ja, precies. En geeft... Nee, die geeft ook geen superpower. Oké. Geef jij een superpower? Hé, jij wel. Jij maakt mij een ninja. Tekken Street Fighter dingen. Bap! Bap! Oké, dan gaan we deze blok... Oh, we gaan deze blokken helemaal niet opzuigen. We gaan gewoon keihard deze blokken stompen, schoppen, alles. Wat ze vlot. Ja, maar ik vind die superpower echt nice. Maar ja, laat ik deze maar even houden. Die robot vind ik echt super chill. Kijk, deze robot, die is echt super nice. Die Mac. Maar ik pak even deze. Het is ook wel lachen om een keer een andere te proberen. Deze hebben we nog niet gehad. Deze voelt ook wel goed, hoor. Echt keihard door deze blokjes rammen. Zo hondse flons. Deze, hoppakee, vleermuizen, meer fluizen kapot maken. Even kijken of hier boven niks zit. Ja, waarschijnlijk niet. Nee, er zit inderdaad niks. Bap, hoppa, lekker. Ja, ik moet jou op je oog schoppen, denk ik, of niet? Oh, ik kan... Oh, ja, of juist niet op je oog schoppen. Ik weet het niet. Dan gaan we even hier kijken. Wat ze vlot. Oké, ik heb nu dus een ijspower nodig. Die stond daarboven ergens. Hier, ja. Kom. Au. Oh, nee, nee. Oh, dat was nou precies niet de bedoeling. Kan ik hier nog een keer naartoe? Ja, oké, cool. Man, geef me gewoon die ijspower. Wat skidee. Heel goed. En bam. Oké, nice. Dan krijg ik nu een kopje koffie. Heerlijk. Krijg ik weer een beetje HP erbij. Dat was precies wat ik wil. Deze blokjes kan ik ook met hem kapot maken. Oké. Oh, wacht even. Kan ik die ook met... Nee, deze kan ik dan weer niet met hem kapot maken. Daar hebben we deze firepower voor nodig. Deze lijkt een beetje op Fuecoco. Beetje AliExpress Fuecoco. Hoppa, die hebben we ook binnen. Wat ziek idee. Kunnen we hier doorheen? Ja, nice. En dan kunnen we hier naar beneden. En dan ben ik benieuwd of hier beneden misschien iets is wat ik wil hebben. Daar is inderdaad iets wat ik wil hebben. Dat is de eerste schroef. Hopse flotsie. Nice. Gaan we hier doorheen. Hebben we hier Ninja Man weer. Die hebben we niet per se nodig. En dan gaan we hier door deze deur. Oké, waar komen we nu uit? Oh, wat heb jij een leuke power? Nou, je hebt geen power. Je hebt gewoon een dier. Die was leuk. Oh, kijk uit jongen. Kirby, je begint allemaal als een gek te rollen hier zo. Oké, deze wil ik ook hebben. Ja, deze is lekker. Deze schiet die bom als een malle. Ik ga lekker zo doorlopen. Bommenman kapot. Andere bommenmannen allemaal kapot. Lekker. Lekker. Hier, taartje opeten. Al deze monsters kapot. Nice. Deze monsters allemaal kapot. Ja hoor. Lekker. Oh, en dan deze. Ja, top. Hebben we een one-uppie. En we hebben hier, nou, blijkbaar geen tandwieltje, geen schroef. Oh, maar ik loop nog steeds met mijn superkanon. Die laat ik nu dan liggen. Oh, en nu? Ik ga eerst naar beneden, denk ik. Ja, we gaan altijd eerst helemaal naar beneden. Dan gaan we naar deze toe. Dan ga ik nu naar die toe. Ja, top. En dan gaan we nu naar deze. En hier moet ik inderdaad doorheen. Cool. Gaan we naar beneden. Oh, nee. Nee, ik wou nog helemaal... Ik hoop dat ik nu niks gemist heb. Het zou zomaar... Ik kon daar ook naar boven. Ik schoot mezelf naar beneden. Ik ging dood, maar ik moest daar naar boven, denk ik. Oké, we zijn nu eerst weer hier. Ja, dan kan ik mezelf hier naartoe schieten. Ja, top. En dan zo. En dan kan ik mezelf vanaf hier, de volgende, dus naar boven schieten. Kijk, deze... Wat ziek idee. Ja, en hier is de tweede tandwieltje. Oeh, die had ik eigenlijk gehaald omdat ik mezelf nu per ongeluk kapot heb geschoten. Anders had ik het misschien niet eens gezien. Oh, wacht, wakker. Schiet jezelf anders even tegen het plafond. Oh, ze gaan wel steeds sneller hoor, moet ik zeggen. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar beneden. Ja, die schiet mij dan naar boven. Schiet ik weer hier naartoe. Ik kan mezelf nu ook naar beneden schieten. Ja, die schiet mij dan hier helemaal naartoe. Top. Top. Ja. Oké. Kom ik nu gelijk bij de... Is dit gelijk de uitgang? Ik ben benieuwd. Kunnen we nu het derde tandwieltje nog halen? Ja, die zal vast al hier ergens zitten. Wat een ziek idee. En jump. En rent. Daar gaat de ijsschots naar beneden vallen. Dan pak ik hem mee. Dan gaan we schieten. En dan gaan we erachteraan. En dan let's go. Heel nice. Heel nice. Wat is dit voor een waterdruppel? Die geeft me... Oh, die geeft me de waterkracht. Oh, maar die vind ik ook wel leuk. Die is heel nice. Ik denk dat ik dit wel een van de leukere vind. Oh, kijk, hierboven zit het tandwieltje.
Ik bedoel energiebol. Zo noemen we dat in Kirby. Ik ga het nooit kunnen onthouden, jongens. Energiebollen. Oké, let's go. Zweven. Cool. Hoeven we alleen leveltje nog maar even uit te spelen. En dan zijn we al klaar. Nice. Let's go. Knopje indrukken. Ja, top. Hier naar boven. Hoe kom ik eigenlijk hier dan? Oh, dat is als ik die andere route neem, denk ik. Ja, dat zal wel. Dus je moest daar wel onderlangs gaan om uiteindelijk dat tandwieltje dus te kunnen pakken. Dus dat hebben we goed gedaan. Ik merk wel dat ze nu eindelijk een beetje beter verstopt beginnen te raken. Dus ja, hopen dat we ze allemaal kunnen pakken. Maar dit was denk ik wereld 1 ongeveer. Oh, nee. Helemaal niet. Er is nog een baas. Er is nog een gigant edge. Pas op. Pas op voor zijn superzwaard. Oh, maar dit gaat wel easy. Dit gaat heel easy. Dit gaat super easy. Oké, dit... Ik wou hem eigenlijk in één keer kapot schieten. Maar hij heeft het net overleefd. Zal ik nu zijn kracht pakken? Zwaard Kirby! Ja, dan kunnen we dit doen. Dan kan ik nu de lasso kracht pakken. En dan kunnen wij nu hier boven een leven pakken. Zo, lekker blokjes kapot maken. Ik ben wel benieuwd trouwens. Kunnen we nog even kijken wat hierboven zit? Helemaal niks. Oké, dan spelen we het level gewoon uit. Eerste leveltje gehaald. Alles. Tandwielen. Energiebollen hebben we gevonden. Vet laag. Oké, wereld 2 is open. Energiebollen gehaald. Let's go. Wat is hierboven trouwens? Oh, hier is de baas straks, denk ik. In deze wereld zijn 4 energiebollen. Dus, ik ga hem opeten. Laat me jou opeten. Ik wil ijsmeneer worden. Let's go. Wat ziek idee. En door. Tempootje, tempo. Oh, wat kom je... Oh, zo, waar kwam die opeens vandaan? Waar kwam die... Oh my gosh. Snel. Oké. Ik word door alles geraakt hier, joh. Ik weet niet waar dat allemaal vandaan komt. Wat ben jij dan? Jij bent ninja. Ik wil ook ninja zijn. Laat me ninja zijn. Oké dan. Hey, deze ninja is badass. Heel nice. Oké, cool. Nu heb ik weer 2 ijsjes te pakken. Kunnen we met ninja man rennen. En springen. En door. Juist. Lekker dit. Kan ik hier naar boven? Ja. Ik kan zeker hier naar boven. Laat me eerst even trouwens dit cakeje pakken. En dan gaan we hier naar boven. En oké, dan moeten we deze doorschieten zo. En dan hebben we weer een one-uppie. Nice. Hey, deze kan ook op muren. Kijk nou. Vet. Ja, cool. Hey, deze ninja is helemaal sick. Oké, beginnen we even met deze 3 sterretjes te bakken. Oh, die ijspegels die komen weer terug. Oké. Nou, dan doe ik wel even rustig aan. Zo. Ik heb wel veel van die dingen nodig om ze te slopen, maar maakt niet uit. We kunnen ook... Ja, ik weet niet, man. Misschien moeten we firepower pakken. Zal ik even firepower pakken? Wat ze vlots. Snel. Oké, of niet zo snel. Auw, je stond in de weg, jongen. Je stond heel hard in de weg. Oh, kijk, ja, nice. We gaan firepower pakken. Dan kan ik hier dit aanzetten. Oh my gosh. Zet even dat ding aan. Ja, oh man. Wat ging dat moeizaam. Go. Dan moet ik hierin. Ja, top. Oh, ik had gewoon rustig aan kunnen doen, joh. Ik kan nog even een bakje thee zetten. Alles nu. Daar gaan we. Oké, en toen? Wat is dit? Hier is weer een ninja man. Ga ik hier? Oh. Ninja man, je staat in de weg. Oké, wacht. Ik weet hoe ik dit moet doen. Ik moet zo. En dan nog een keer. Oh, of niet nog een keer. Nice. Eerste tandwieltje in de pocket. Ik bedoel, energiebol. Vergeef me. Ooit ga ik het in één keer goed zeggen, hoor. Nice. Deze hebben we gevonden. Gelukkig heb ik weer al mijn leven terug, trouwens. Oké, cool. Oh my god. Gelukkig had ik al mijn leven terug. Oké, waar komen we nu uit? We komen bij meneer de champignon paddenstoel. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, hoor. Oh, nice. We hebben hier weer de superschoen. Ja, dit is altijd wel lachen. Ik kan ook gewoon onderlangs gaan natuurlijk. Dan had ik het mezelf misschien wat makkelijker gemaakt. Hoppakee, op je bakkeroni. Op jouw bakkeroni. Hoppakee, nice. Jump, go. En dan gaan we onderlangs en dan maken we deze kapot. Ja, nice, dan heb ik melk. Go. Oh, hij is bijna op. Oké, wacht even hier, dan kan ik een nieuwe krijgen. Top. Oké, dat ging super snel. Kapot maken allemaal. En, ja, bonuswereldje. Oké. Oh, dan moet ik zeker hierop en hierop. Ja, super cool. Dit was leuk. Dit was heel leuk.
En het tweede tandwieltje ook in de pocket. Ja, energiebol, Rick. Energiebol. Ja, ik weet het. Ik ga gewoon... Ik ga mezelf ook niet meer verbeteren nu. Ik schaam me er niet voor. Ut! Up! Oh, ja. Oké, en opeens is die op. Opeens. Oké, maakt niet uit. Wij kunnen dit overleven. Hele, ja, we overleven dit heel goed. Heel goed. Had ik misschien die steenkracht moeten pakken? Ja, maar vuurkracht in ijswereld is optimaal, toch? Dat lijkt me het allerbeste. Oh, nee, hier ligt de steen klaar. Nou, top. Dan pakken we die steen. Mol, let's go, Kirby! Spring, spring! Oh my gosh, hij sprong niet. We gaan hier naar beneden. Waarom is hier deze steen? Wat moet ik doen met deze steen? Ik kan toch niks? Ik vind die steenkracht niet zo nice, man. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. We doen het ermee. En dan gaan we nu zo. Dat is denk ik wel nice. Ja, go. Kijk, niks kan mij raken. Dat is heel chill. Heel erg chill. Oké, wacht. Hou op. Stop met schieten. Oké, ik ga naar boven, Kirby. Lekker. Oh, dat ging echt maar net goed weer. Oh, die zijn voor backup, denk ik. Als ik mijn steenpower dan... Ja, dit doe ik echt heel goed. Maak ook heel lekker mijn zin af. Dat is ook altijd handig in YouTube-video's, om je zin er niet af te maken. Lekker, Kirby. Oh, spring! Oké, geen tandwiel-energiebollen hier ergens, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat ik niks gemist heb. Deze moeten we indrukken. Sowieso moeten we deze zo... Bam! Indrukken. Oké, cool. Ja, nice. Ik moet nu een andere kracht pakken. Dan gaan we dat zwaardje pakken. Denk ik. Of wat is dit? Oké, ik vind ze allebei wel leuk. Ik ga voor deze, de toverstaf. Tegen welke baas moet ik nu vechten dan? Hallo, ik ga jou pakken. Super bonkers! Ik ga jou super bonken. Hatsakee, lekker. Ik pak je met de ster, jongen. Nice. Oh, we maken een bal gehakt van hem. Oh, rustig, bonkers. Rustig. Ik heb niks gezegd. Je hoeft niet boos te worden op mij. Oké. Ja, deze is wel vet. Oh, nu is het zelfs een superkracht natuurlijk. Ik weet niet wat er nu allemaal gebeurt. Waarschijnlijk slaan we nu alles helemaal kapot. Kijk, hatsiki. Wat moet ik doen? Oh, ik moet hierop. Oh, ik moet sturen waar ik wil knallen. Oké, ja, top. Ik snap hem. Ik snap hem helemaal. Dus ik moet sturen. Ik wil nu hier naar beneden knallen. Zo, hier bovenop. En dan doe ik gewoon nog een keer. Zo, omdat het kan. En dan, ja, heb ik hier van alles en nog wat gepakt. Top. Top, naar beneden. Pieem. Dan gaan we waarschijnlijk een brug bouwen. Een hele mooie brug. Top. Oké, we moeten daar naar beneden straks. Ik ga op jouw hoofd. Waar ga je naartoe, vriend? Nu kom je hier, of niet? Nu slaan. Slaan, Kirby. Nice. Lekker. Oké. Zoveel sterretjes voor Kirby. Hier naar beneden. Slaan we hier bovenop. Ja, oké. Zou hier boven wat zitten? Oké, nee, blijkbaar niet. Wel even goed om het te checken, want ik had echt verwacht dat daar wat zou zitten. Moeten we weer hier... Oh, deze slaan we mis, hè? Dus slaan we deze raak? Oh, ik was er net niet boven. Oh, maar nu wel. Hoppakee. Oké, nice. Heel nice. Dit is leuk, man. Dit is echt heel leuk. Oké, mega L. Oké, die was mis. Jammer. Kom maar weer naar boven. Ja. Wat ziek idee. Oh, moet hem twee keer raken. Oh, en ik sla ernaast. Oh nee, moeten we dan twee keer achter elkaar raken ook, of niet? Ja, ik denk het wel. Oh, deze was ook weer mis. Oké. Stop eens. Oh eens. Ja, nice, nu wel. En nog een keer. Nog een keer, Kirby. Nog een keer. En gewoon nog een keer. Gewoon drie keer. Gewoon, wat ziek idee. Al moet het 5 keer. Dan doen we het 5 keer. Yo, en we gaan nu naar de speciale wereld. Hoppakee. Oh ja, en hier zijn dan als het goed is 2 van die energiebollen. Cool, we pakken de sleutel. We beginnen te springen. Oh, ik kan natuurlijk nu maar 1 keer springen met de sleutel. Ik kan niet zweven. Dus ik moet echt goed timen als ik spring. Ja, zo. Goed timen als ik spring. Oh, wacht even. Oh, dit gaat fout. Ah, je moet er... Nee. Je moet even schoppen, Kirby. Ja, goed zo. Oh my gosh. Ik wist even niet meer goed hoe ik moest schoppen. Maar gelukkig is het gelukt. Ja, oh nee. Mag ik dit opnieuw doen? Gelukkig, ik mag nog een keer. Oké, voor de duidelijkheid. Schoppen is naar beneden en A. Niet naar beneden en B. Dat deed ik de hele tijd. Dus we kunnen gewoon zo. En dan zo. Kijk, dat zou makkelijk kunnen zijn. Oké, nu raak springen, Rick. Oh. Oké, cool. Nice. We zijn nu verder als net. Go.
Er zat een mug voor mijn hoofd. Niet leuk. Oké, kan ik hier naar boven? Om deze even te pakken. Ja, oh my gosh. Kirby is nu echt aan het flexen, hè? Kirby is nu heel hard aan het flexen. Hoe dan? Ja, we kunnen door. We kunnen door. En dan... Ja, oké. Okay. En dan de sleutel. Ja, cool. Oké. Okay. Ja. En dan kunnen we dit... Ja, rennen, rennen. Rennen, rennen, rennen. Springen. Springen. Heel nice. Oké, okay, blijf springen. Blijf springen. Cool. Blijf springen. Schiet alles kapot. Nice. Lekker. Door, Curbs. Gewoon door. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Gewoon alles schieten. Heel goed. Heel goed. Ja, je beloning komt aan het einde van dit level. Nice. Let's go. Gewoon even stilstaan. Alles schieten. Geen probleem. Geen probleem. Geen enkel probleem. Helemaal geen probleem. Ik kan hier nog... Ik moet hier zelfs nog naar beneden. Let's go. Ik moet hier helemaal niet naar beneden. Ik stortte mezelf bijna in de afgrond, zag je net? Dat scheelde echt helemaal niet veel. We hebben hier deze ninja of de vuurpower? Oké, ik ga voor de ninja. Gewoon omdat ik die cool vind. Let's go. Boldoemer. Ik denk dat de vuurpower misschien beter zou zijn of makkelijker, maar ik vind deze gewoon leuk. Oké, ik moet mezelf niet laten raken. Zo. Lekker curbs. Oh, wat is dit? Wat zijn dit voor gekke bollen? Die bollen kunnen we ook kapot schieten. Oh my gosh. Hij is wel vervelend. Ik kan niet omhoog. Ik kan niet naar omhoog. Oké, deze power is wel lastig, man, voor Boldoemer. Ga niet liegen. Wat ga je doen? Hou eens op. Mijn superpower is bijna weg. Oké, dit gaat moeizaam, man. Dit gaat echt moeizaam. Oké. Kijk, hij valt me ook gewoon heel hard aan. Wat zit je me nou op te pakken? Ik ga dit niet overleven met deze superpower. Dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout, denk ik. Of niet? Of gaat dit... Dit gaat bijna fout. Dit gaat heel bijna fout. Het was jij of ik. Yo, deze ninja power was moeilijk, man, om deze boldoemer te verslaan. Maar het is gelukt. Dit ging echt bijna fout. Ik vind het wel een coole power, maar het was wel moeilijk om deze vogel te verslaan. Maar we hebben het gehaald, jongens. We hebben het gehaald. Level 2 klaar. Door naar level 3. 50 energiebollen verzameld. We kunnen de minigame Samurai Kirby spelen. Vet. Ja, oh, dat gaan we aan het einde nog doen, als we het spel hebben uitgespeeld. Ik wil wel even een andere superpower, als het even kan. Let's go, we gaan naar beneden, Curbs. Ja, geef maar die vuurkracht. Dat vind ik top. Yes, nice. Oké, en nu, wat is dat? Dat schiet één grote ijspegel. Oh my god, waarom word ik hier nou weer door geraakt? Ik was al gewoon naar beneden aan het gaan. Oh, wacht. Oké, we gaan gewoon weg. Doei. Doei. Gaan we onderlangs. Doei. Oh, wacht, ik kan ook dit zo doen. Nice, beter. Oké, naar beneden. Hier naartoe. Ja, we gaan dit wel even doen. Even een... Oh. Ik dacht, we gaan wel even een uppie pakken. Kom op, Kirby. Waarom ga je niet vliegen als een draak? Dan kan je dat... Oh, dat kan ik alleen vanaf de grond doen zo. Ik kan het niet vanuit de lucht doen, denk ik. Oh, dit is ook wel een leuke power. Wat is dit? Deze heeft een drietand. Oh, een speer. Dit is de speerkracht. Ik ga als een speer, jongens. Oh, we gaan onder water met de speer. Ja, dat is lekker, man. Lijkt me wel heel koud, hoor. In een ijswereld gewoon moeten zwemmen onder water. Dat lijkt me oprecht heel erg koud. Oh, dat ging nog bijna fout ook weer. Je hoorde het ook aan mijn stem, hè. Het was een twijfel in mijn stem. Kijk, pak ze. Schiet hem naar boven. Ja, oké, cool. We zijn hier. Ja, top. En zwemmen maar. Harpoenkracht, die ligt daar klaar als we hem nog niet hadden, maar die hebben we al. Boven is niks, zo te zien. Oh ja, deze heb ik nodig. Ik heb al de healing nodig die ik kan krijgen. We gaan naar beneden zwemmen. Dan gaan we deze pakken. Ja, top. Pak ik weer de healing erbij. Gaan we door. Ja, gaan we hem kapot maken. Gaan we even boven langs. Ja, gaan we nog verder boven. Oeps. Ik wou boven langs. Ik mag niet bovenlangs. Dan ga ik toch lekker onderlangs, joh. Zo graag wil dat ik onderlangs ga, dan ga ik wel onderlangs. Verdorie. Oké, dan kunnen we hier deze knop indrukken met deze... Ja, dan gaat het allemaal naar boven. Oh my god, waarom deed ik dat? Waarom zwom ik er nou tegenaan? Anyway, we hebben hier de eerste energiebol te pakken. Oké, en door. Met zijn mooie zwembril op. Heel leuk. Oké, ik wou bovenlangs, maar dat mag blijkbaar niet. Nu mogen we wel bovenlangs. En dan moeten we nu zeker weer onderdoor. Ja. Wat heb jij voor kracht? Jij bent het stekelvarken. Dan kan ik waarschijnlijk zo... Oh. Huh? Nou, dat ging goed. Mooie stekelvarkenkracht. Ik dacht, ik kan vast wel met het stekelvarken gewoon dwars door die dingen heen. Maar dan moet ik waarschijnlijk zo doen. Ja, oké. Ja, ik ga toch wel even daar naartoe. Ik ga toch even daar kijken wat daar is. Ik zie namelijk dat hier een of ander gek muntje is. Wat is dit voor muntje? Oh, dat maakt me...
Dat maakte mij ijs. Oké. Okay. Spannend. Leuk. Dan kan ik gewoon door het ijs heen zo. Handig. Vet handig. Oké, okay, cool. Dan ga ik even deze opslurpen. En dan pak ik deze weer. Ja, dit is nice. Dit is top. Moet ik wel even, denk ik, dit vuur allemaal weghalen. Ja. En hierboven is nog meer vuur. Ja, cool. Dan gaan we dit ijs weer oppakken. Oh, dit is lachen. Ja, dit vind ik heel leuk. Kan ik dan ook hier doorheen? Ja, dan kunnen we gewoon onderlangs. Oh, joh. Wat handig. Zo, en dan... Ja, dan komt hier een grote sneeuwbal. Maar dat maakt ons niks. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Wat een... Dit is handig. Heel nice. Tweede energiebol is binnen. Op naar de derde, zou ik zeggen. Oh, dan moet je hier een klein beetje zwemmen. Ik ga die kracht pakken. Ik ga deze kracht even eruit gooien. En dan gaan we zijn kracht pakken. Ja, de boemerang, man. Let's go, boemerang, man. Wat ziek idee. Kijk, dan kunnen we hem kapot maken. Dan kunnen we gewoon een beetje zwemmen zo. Ja, dit is helemaal top. Oh, jij gaat in de afgrond. Doei, mazzel. Oké, we kunnen gewoon hier boven langs zwemmen. En dan, ja, dan een beetje zo. Ja, cool. We kunnen gewoon al die enemies negeren. En dan moet ik hier natuurlijk niet... Oh, wacht. Hoe moet ik dit doen? Zou ik dit platform kapot moeten schieten? Zou dat het zijn? Of zou ik bijvoorbeeld met de ijskracht dat kunnen doen? Eens even kijken wat ik met de ijskracht kan. Kan ik met de ijskracht bijvoorbeeld hier hoger zwemmen? Nee, oké. Okay. Dan moet ik toch dat met de boemerang doen. Ben ik bang? Oh my gosh, ik werd zo hard naar beneden gestuurd. Oké, cool. Zo. En dan omhoog een boemerangetje gooien? Denk ik. Of hier? Hier schuin omhoog? Oh! De bedoeling was duidelijk. Ja, we hebben hier stroming naar boven en naar beneden. Oké. Dus ik gooi deze zo? Hierin of zo? Of ik gooi hem... Oh my god, wacht even. Ik gooi hem schuin naar boven en dan ga ik zelf zwemmen. En dan... Nu? Kan ik dan hierin? Ja, oké, zo was het. Oké, dit was best wel ingewikkeld. Moeten we daar een ding op gooien? En dan moet ik dus zorgen dat ik heel snel weg ben. Oké. Dit was niet al te moeilijk. Die van daarvoor was moeilijker. Op zoek naar dat laatste kristalletje. Gaat vast en zeker goed komen. We liggen weer lekker op schema. We gaan hard. Deze stromingen gaan dus naar beneden en naar boven. Het is heel verwarrend dit. Ik moet denk ik maar gewoon in één keer doorzwemmen. Ik wil niet opgegeten worden. Laat me met rust. Jij vieze vis. Potverdorie. Oké, wat is dit voor bom? Die bom kunnen we oppakken. Die kunnen we meenemen. En dan, die had ik, die moet dan daar bovenop, zo. En dan kan ik nu zo er bovenop zweven. Ja, dan kan ik hem weer oppakken. En dan hier naartoe gooien. En dan ben ik wel bijna dood nu hoor, jongens. Ik ben heel bijna dood. Gelukkig ligt hier weer healing. Oké, we kunnen nu springen met de bom. De bom is nog steeds heel hard aan het groeien. Poh, rennen. Neem de bom mee, gooi hem op zijn hoofd. Gooi hem op, oh, ik was te vroeg hè. Ja, nu ben ik de Sjaak. Nu ben ik heel hard de Sjaak. Want nu kan ik bijna niks doen. Ik moet nu heel geduldig zijn. Want ik kan hem nu dus alleen maar met die sterretjes kapot maken. Nou, op zich heb ik het geduld wel. Het gaat op zich wel vrij soepel. Oh my gosh. Mag ik nog één sterretje alstublieft? Dankjewel. Dankjewel, maat. Toppie. Mag ik nu jouw superkracht? We hebben de superwaterkracht. Wat gaat er gebeuren met de superwater... Oh, we hebben geen superwater... We hebben helemaal geen superwaterkracht. Oké, deze sleutel die moet naar boven. Oh. Ja, het ging half per ongeluk, maar het is duidelijk waarom dat werkte. Ja, de laatste energiebal. Hotsevlot. Alles weer binnen. Kunnen we weer rustig het leveltje gaan uitspelen. Doei doei. Kunnen we de bomuitdaging spelen. Maar eerst gaan we naar level 4. Oké, misschien is het handig om deze superpower te pakken. Ik was alweer op zijn hoofd gesprongen. Ik was alweer half kapot aan het gaan. Misschien de... Oh, oké, we hebben de wind in onze rug. Oké, ja. Oké, we kunnen gewoon door. Ik ben echt om me heen aan het kijken als een malle. Omdat ik gewoon niks wil missen. Volgens mij heb ik niks gemist. Oké, dan gaan we nog een keer. Oh, ja, eroverheen springen. Hier overheen springen. Hier overheen springen. Ja, hier voor springen. Ik wil daarop! Oké, ik ga gewoon niet vooruit sturen. Dan hebben we iets meer tijd. Dan springt hij namelijk niet zo ver. Dan springt hij gewoon wat chiller. Zo, ja, de ticket oppakken. En dan gaan we gewoon rustig hierin. Kijk, zo, hotseflots. Ja, want ik zie je wel. Ik wist het wel. Dit moesten we doen voor de eerste energiebol. Dit level moet je gewoon rustig spelen, blijkbaar. Oké, zou dit weer hetzelfde zijn met de wind in de rug? Nee, oké, nu kunnen we gewoon chillen. Ik zie daar wel een enorme trompet. Oh ja, daarmee kunnen we onszelf beschermen. Dit is heerlijk. Kunnen we gewoon zo lekker door... Hoppakee, hoeven we nergens op te letten. Daar hou ik van. Hier is weer een reservetrompet die we kunnen pakken. Ja, oké, die hadden we heel snel te pakken. Dat is net snel genoeg.
Oh, dit is zweven. Ja, cool. Oké, go. Go, go, go. Pak de trompet. Oh my god, Kirby. Pak dan de snelle de trompet, jongen. Oh, dit is ook zweven. Oké. Die ticket willen we wel hebben, denk ik. Ja, cool. Gaan we hier naartoe? Oh, man. Ja, oké, geef maar. Top. Super. Kan ik jouw waterkracht gebruiken? Ja, dat kunnen wij. Wat is er vlot. Top. Top. Nice. Oké, daar rechts staat één chappie met de sleutel. We moeten waarschijnlijk sneller zijn dan de chappie met de sleutel. Dus we moeten een beetje tempo maken. Beetje veel tempo maken. Maar dit gaat best wel oké. Oké, we liggen volgens mij best wel ver voor. Nou, niet heel ver voor, hoor. We liggen niet heel ver voor. We liggen voor, maar niet heel ver. Meneertje, paas mij jouw sleutel. Want ik wil namelijk hieronder. Ja, top. En niet de bovenste, want hij zou de bovenste pakken. En er zitten alleen maar vijanden. Daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Dit was wel leuk. Even lekker een race tussendoor. Oké. Oh, ja hoor. Speciale wereld. Oh, superkracht bedoel ik. Superbaas. We gaan jou eventjes absorberen. Hoppakee. De sneeuwbowling. Superpower. Sneeuwbowling. Let's go there. Wat ga je allemaal doen? Je gaat een enorme sneeuwstorm maken. Oh, oh, oh. Ja, dit is lachen. Dit is lachen. Oké, en dan nu hier, zo. Ah, oké, dit komt beter, dit komt beter. Piee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 
Let's go. Oh, nee. Oh, niet let's go. Nu let's go. Nu let's go. Daar gaan we weer. Heel vet gedaan dit, zeg. Heel cool. Love it. Love it. Oh, wat was dat? Wat was dit? Moeten we hier als een grote bowlingbal in... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daarin moeten. Maar hoe moet dat? Oh, ik moet gewoon hier op gaan staan, joh. Oh, we zijn een sneeuwpop. Dit is te cool. Super sneeuwpop. Ja, dit was lachen. Let's go, Kirby. Oké, en nu? We pakken jouw kracht mee. Maar jij hebt geen kracht. Jij hebt puppy power. Oh, we moeten naar beneden. We moeten heel gauw naar beneden. Nou, dan laat ik jou lekker zitten. Dus jij bent daar alleen maar aan het... Au. Oké. Schiet hem maar, Kirby. Schiet hem maar. Ja, top. Oké, cool. Ja, nice. En door. En verder door. Ja, ik ben tevreden. We gaan hier naar beneden. Top. We verpletten alles en iedereen. We kunnen wel even een uppie pakken hier zo. En dan deze pakken. Cool. Die schieten we gewoon gelijk af. Oh, dat was net op tijd. Ik dacht dat ik het makkelijk zou halen. Maar het was echt maar heel... Ja, heel bijna, zeg maar. Dan gaan we hier naar beneden. Oh my god, ik werd geraakt. Ik werd geraakt. Tempo. Oké, ik heb nu heel veel opgeslokt. Oké, dit is top. Dit is top. Dit is top. Dit is super. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Opslokken. En alles kapot schieten. Al die ijspegels weghalen. En dan snel nog een klein beetje healing pakken. Oh, ik had nog wel meer healing kunnen pakken. Heb ik niet gedaan. Oh, dit ging net goed. Cool. Naar beneden, Kirby. Ja, top. Ja, dit doe je goed, Kirby. Dit doe je goed. Dit doe jij super. Dit doe jij alsof je er talent voor hebt, Kirby. Heerlijk dit. Eventjes afwachten. We kunnen bovenlangs. Oh, oké. Okay. Nou, we hoeven helemaal niet bovenlangs. We kunnen gewoon hier rustig aan een sterretje pakken. En door de uitgang. Soepel. Oké, we pakken het kersje. En dan, we hebben de bommenkracht en de boemerang. Ik denk dat ik voor de bommenkracht ga. Want de bommenkracht, die schiet volgens mij... Ja, dan kan ik die ballen zo omhoog gooien, die bommen. Dat is lekker. Dus ik moet nou waarschijnlijk weer tegen zo'n vogel. Dan wil ik die bommen gewoon lekker omhoog knallen. Kijk, zie je? Wat? Maak die vogel kapot, jongen. Oké, dit gaat beter, joh. Dit gaat heel goed. Dit gaat soepel. Dit gaat super soepel. Hij is al bijna kapot. Hij is al heel bijna kapot, joh. We geven hem geen... Oh, ik wou zeggen, we geven hem geen eens de kans om weg te vliegen. Maar hij mag net heel even wegvliegen. Maar dat is het dan wel ook wel, hè? Dat is het dan ook wel, Mr. Vogel. Oh, je gaat nog een keer vliegen. Oh, je gaat nog een keer stoer doen. Oké, doe maar stoer. Hier, bom op je bakkes. Deze ging veel soepeler dan daarnet. Heerlijk. Zo zie ik het graag. Let's go. Tomaatje. En helemaal klaar. Dit level ook weer gehaald. Alright, level 5. En weer wat nieuws beschikbaar. Bijna elk level. Heel sick. Dit is het laatste normale level. En hierna hebben we nog een eindbasie. Oh. Dit wordt lastig om alles te bemachtigen, denk ik. Want dit wordt denk ik een puzzel. We kunnen dus links en rechts. Nou, ik ga eerst maar eens even terug. Kunnen we deze superpower... Is dit een superpower die we kunnen pakken? Of... nee, oké. Nou, ik ga eerst naar links. Ik ga altijd eerst terug, zeg maar. Dat het lijkt alsof we teruggaan en niet vooruit gaan. Pak jouw superpowertje mee.
En dan pakken we hier de sleutel mee. Dan moeten we ongetwijfeld met die sleutel door de deur rechts. Toch? Dat zal haast wel. Ja, kijk. Oké, dan komen we hier uit. Oké, dit is toch niet zo'n hele moeilijke puzzel. Ik dacht dat het een soort van dol of zo zou zijn. Oh, nee. Oké, ik moet niet voor mijn beurt praten. Dat merk ik al wel. Waar komen we nu uit? Oké, we komen hier uit. Geen idee waar dit dan precies is, maar helemaal prima. Oké, go. Let's go. Hier beneden is niks. Hier is een taart. Ik wil jouw kracht hebben. Ik heb zo'n voorgevoel dat ik jouw kracht nodig ga hebben. Dus speerkracht. Cool. Is hier beneden iets? Nee? Oké. Kan ik jouw oog doorboren? Oh, dat is wel een hele harde tekst. Kan ik jouw oog doorboren? Dat is... Oh my gosh, ik vergeet van gat te springen. Oké, cool, we zijn er weer. Op dezelfde plek. Nu wel springen. Precies. Ja, we halen alle vijanden hier naar beneden. Top, jullie mogen gewoon komen. Ik moet ook onder mij blijven kijken, denk ik. Dat daar niet opeens een geheime gang zit. Ja, dit is dus helemaal niet de bedoeling. Oh my gosh. Ja, dit was een probleem. Hieronder zit dus wel een geheime wereld. Daar heb ik volgens mij die bommenmeneer niet voor nodig. Althans, dat hoop ik. Althans, bommenmeneer. Ja, die hebben we dus wel nodig. Oké. Nou, dan gaan we even een stukje terug. Ja, goed zo. We zijn er weer. We zijn er weer. Ja, lekker. Alles kapot schieten. Hey, daar houden we van. Uppie pakken. En dan... Ja, zo, denk ik. Daar moet even een gat komen. Cool. Ja, oké. We hebben de eerste kristalbol. Het mocht even duren in dit leveltje, hoor. Oh, de bommenkracht is op, jongens. Hij is officieel kapot. Hey, Fuecoco. Kom hier. Give me your firepower. Your fire bread. Go through the door, Kirby. I teach you English in this video's. Oké, wat is dit? Wat is dit? Jij bent wel lachen. Kan ik jou? Oh, laat maar. Oké, laat maar. Ik pak wel gewoon firepower. Ik heb een ticket te pakken. Oh, kijk. Daarom moet je altijd alle ijsblokjes weghalen. Oké, en dan moet ik hier naartoe. Oh, en dan moeten we snel zijn. Moeten we hier denk ik wachten en hier erdoor en dan weer... Ja, oké, ja, opnieuw. Ja, oké, go hier, go. Waarom doet hij soms niet die... Ik snap het niet. 6 hours later. Daar gaan we. En dan nu stoppen met lopen en dan... Waarom haalt hij dat helemaal niet? Oh, je kan hier onder langs. Dat is het trucje. Go, Kirby. Nu hier doorheen. Boven. Gewoon boven. Heel goed. Nee! Ik moest niet boven langs. Dit is bijna net zo erg als een Sonic level waarin je geen overzicht hebt. Onderlangs. Rustig wachten hier. Ja, dan naar boven vliegen. Bovenlangs. En dan kan je er zo doorheen. En dan heb je eindelijk je tweede energiekristalbol. Man. Ik heb hier een kwartier over gedaan, denk ik. Geef niet. We gaan gewoon vrolijk door. Gaan we eerst links. Nee, we moeten eerst rechts, jongens. We moeten eerst rechts. Oh, loop anders ook nog even tegen dat ding aan. Is leuk. Hallo, vuur, meneer. Ik ben jou zat, vuurkracht. Ik vind jouw kracht niet meer leuk. Oké, jump. 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 Oh, ja, mag ik door? Dank u. Oké, doei. Mazzel. Nu zijn ze zeker bevrijd. Oh, nu we... Oh, omdat we een sleutel vast hebben, veranderen ze in andere poppetjes. Aha, oké. Ik werd nog even op de valreep weer geraakt door een spook. Geef me healing. Ik heb healing nodig. Ik lijk wel een Genji in Overwatch. Oh, omdat we de vuurkracht hebben, geven we wel licht. We geven dubbel licht, omdat we nu een kaars hebben. Ik kan nu natuurlijk niet zweven. Daar moet ik wel even op letten. Wat ben je aan het doen, jongen? Hier. Ik had hem denk ik moeten pakken. Ik had denk ik zijn kracht nodig. Zou zomaar kunnen. Oh my god. Sneeuwpop in de aanslag. Goed opletten. Deze even naar beneden trekken. Dan vallen er allemaal sterretjes. Ja, cool. Kunnen wij rustig aan doorspringen. Wat is dit allemaal? We kunnen hier naar boven springen. Dan hier naar boven springen. Kunnen wij dit kapot maken? Ja, dat kunnen wij zeker. Dat kunnen wij zeker. Hier zit sowieso een deur. Sowieso. Neem we de kaars mee? Wij nemen de kaars mee. Niet dat we er wat aan hebben. Ik heb jouw kracht nodig, denk ik. En dan wat gaan we dan doen? Oh, dan gaan we zo die knop indrukken. En dan? Oh, dan kunnen we deze pakken. Ja, toppie. Oké. Duidelijk. Ligt er nog een kaars hier ergens voor mij? Oh ja, kijk. Nieuwe kaars. Vet. Kaars vet. Vet kaars. Hoppakee. Ja, cool. Gaan we hier deze knop indrukken. Dan vallen hier... Oh. Dan valt hier Kirby in een gat. Ik ben niet in vorm deze video, jongens. Ik ben niet in vorm. Ik ga niet liegen. Deze Nintendo fan is uit vorm vandaag. Dat is ongelooflijk. Gaat helemaal niet goed.
Ik ga veel te veel dood. Nou ja, Kirby heeft alsnog 45 levens, dus het maakt niet heel erg veel uit. Maar toch, ik ben niet pro vandaag. Ik ben geonproot. Potverdikkie dory. Oké, jump Kirbs. Goed gedaan. Nog een jump. Goed gedaan. Oké, hier gaan we een sleutel pakken. Oh, dan moeten we de kaars natuurlijk even weggooien. Die hadden we ook helemaal niet meer nodig. Dan gaan hun weer in gekke bijtende vleermuizen veranderen. Die komen keihard achter me aanrennen, jongen. Maar waar? Ik ga eerst links. Ja, de laatste energiebol gevonden. Pakken we deze pauw. Dan hebben we de superkracht van de pauw. En de... Oh, kijk, ja, iedereen kapot gemaakt. Kijk, dat is lekker, hè? Dat is heerlijk. Heerlijk. Kunnen we gewoon zo rustig doorlopen. En dan hebben we ook dit laatste leveltje gewoon gehaald. En op naar de eindbaas van deze wereld. Kijk, daar moeten we naar het bazenlevel. Verwachten een verschrikkelijke sneeuwbaan. Of wordt het een of andere grote ijspop? We gaan het zien. Tegen wie moeten wij battelen en wat krijgen wij voor wapens? Dat is vooral de vraag. Wat krijgen wij voor wapens? Ik kan een bokshandschoen pakken. Dat kan. We hebben de ninja ster, we hebben vuur. Dan moet ik wel dichtbij staan. Ik denk dat ik misschien... Ik ga toch weer voor deze. Ik denk dat deze wel nice is. Dan kan ik gewoon lekker van de afstandje schieten. Dus even kijken of we de goede keuze hebben gemaakt. Even kijken hoor, wie komt er dan? Wow, het is inderdaad een verschrikkelijke Yeti sneeuwbaan van Kirby. Go Riot heet hij. En we beginnen gewoon heel hard te schieten op zijn bakkes. Op zijn bakken. Nou ja, op zijn, niet echt op zijn bakkes, hè? Oh, jongen. Wat doe je allemaal? Dat is wel... Ga je springen? Nee, je gaat sneeuwballen gooien. Oké, cool. Ik zou het op zich chill vinden als je weer... Ja, als je weer op de grond komt staan. Oké, je gaat nu... Oh my gosh. Heb je al pijn in je hand? Ik kan hem niet zo lekker raken als die... Als die zo hoog in de lucht is. Een beetje jammer. Oké, maar maakt niet uit. Dan duurt het tenminste een beetje lang. Nu gaat hij op de grond plempen. En dan. Misschien moet ik deze pakken. Oh, wel mijn superpower pakken. Ik wou even die sterren pakken eigenlijk. Want dat doet veel meer damage volgens mij. Dit doet niet zo heel veel damage. Ik kan nu wel een paar keer schieten. Maar het doet niet heel veel. Kijk, als ik nou gewoon deze even pak. Ja, of gewoon even niet. Oké. Nu wel. Als ik deze pak en die op zijn hoofd schiet. Ja, dat doet wel iets meer, hè? Doet wel... Oh, ik heb mijn superkracht weggeschoten. Of laten... Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit, jongen. Maakt niet uit, kom maar. Oké, gooi maar je hand tegen de muur. Dan pak ik deze ster en dan... Schiet ik die mis, potverdorie. Auw, precies op mijn hoofd, jongen. Precies op mijn hoofd, dat doe je toch niet. Ik ben een schattig roze bolletje. Oké, wat gaat hij nu doen? Wat gaat hij bovenop mij proberen te springen? Ja, kijk, die raken we wel. Ja, dit duurt wel lekker lang zo. Oké, ga maar weer met je hand tegen de muur. Dus lachen. En dan... Hotsiflots. Oké, cool. En dan, nu? Kom je weer bovenop mij springen? Niet, helemaal niet. Geef me deze ster. Hoppakee. Ja, nice. Oh, hij is bijna kapot of zo? We gaan goed. Hij wordt wel boos nu, hè? Hij wordt heel boos. Oh, hij wordt Super Saiyan Monkey! Super Saiyan Monkey! Kijk, hij is nu opeens super snel. Wat ga je nou doen? Ik ga weer hoog in de lucht, hoor. Ik weet niet wat je gaat doen. Oké, dat ging je doen. Oké. Oh, ik heb hem wel nog geraakt met die ster. Dat is nice. Oké, ja, maar hij gaat het me nu wel echt moeilijk maken, zo te zien. Wat is dit? Oké, ik ga hier tussenin staan. Oh, ik heb de ster opgegeten. Oké, hij begint... Oh, ja, daar raak je mij niet mee, hè? Daar raak je mij niet mee. Ja, uiteindelijk wel met je val. Dat is dan weer jammer. Oké, schuilen. Ster opeten. Cool. En ster schieten. Nice. Ik denk dat ik hem nog één keer moet raken nu. Oppassen voor de ijspegels. Ik sta ernaast, dus dat is helemaal top. Ik kan hem met de ijspegel... Oh, ik had hem bijna met de ijspegels geschoten. Dat was bijna raak. Net niet helemaal. Oké, cool. Goed punt om te schuilen. Oh my god, ik mis hem weer. Oh nee. Nu wordt het spannend. Nu wordt het heel spannend. Ik moet hem raken. Ik mis hem. Wat een vervelend mannetje. Oh, ik ben bijna dood. Oh my god. Ik mis hem zo vaak. En nu heb ik hem wel geraakt. We moesten elkaar allebei nog één keer raken. Dit was wel een spannende boss battle. Omdat ik mijn superpowers niet meer had. Oh, maar het was wel een leuke uitdaging op deze manier. Nice. Hoppakee, deze wereld hebben we ook uitgespeeld. We hebben weer een onderdeel voor het spaceship. En dan gaan we eens even kijken wat we daarmee kunnen. What up, ik heb weer wat. Ik weet niet wat het is, maar het is mooi. Het lijkt wel alsof dat de voorkant is of zo. De boeg van jouw ruimteschip. Of niet, Magolor. We gaan het zien. Of komt hij op de achterkant? Waar gaan we dit plaatsen? Ja, zie je wel, op de voorkant. Dit is hartstikke mooi. Je ruimteschip is bijna compleet, joh. Wat moeten we nou nog vinden dan? Ik heb weer wat gevonden voor je ruimteschip. Mijn schip heeft eindelijk zijn embleem weer terug.
Nu breekt er nog maar één onderdeel. En zoals beloofd, als de Lore Starcutter gerepareerd is, gaan we samen naar mijn thuisplaneet. Mijn tijd hier is niet makkelijk geweest. Eerst die noodlanding en dan al die reparaties. Maar ik ga er ook goede herinneringen aan overhouden. Vooral omdat ik jou heb ontmoet. Oh, dat is hartstikke lief. Wil je hartelijk bedanken voor je op. Je bent een goede vriend. Nou, top joh, we moeten er nog één. En die gaan we halen in de volgende video. Dus knal de duimpjes omhoog voor deze 100% walkthrough. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!